Goedendag, welkom bij Poel Schoon en Slapen uit Horst. Ik ga je even meenemen in de wereld van een goede nachtrust. Mijn naam is Tom, ik ben een van de slaapkamerspecialisten bij Poels. Gelukkig met heel veel andere collega's, dus mijn naam wanneer je komt, er is altijd iemand aanwezig. Komt u met me mee. Welkom bij deze webinar van Poels Wonen en Slapen. Wij gaan het kort met u hebben over het slaapcomfort. Hoe kunnen we dat het beste bereiken? Wat zijn de toepassingen die je kunt gebruiken? Daarna gaan we even kijken naar wat is een bokspring? Hoe lig je op een bokspring? Hoe kan die samengesteld worden? Het begint als met volgt. Een goed bed zorgt voor goede nachtrust. Waarom is goede nachtrust belangrijk? Op het moment dat u 's nachts niet goed slaapt, gemiddeld slapen mensen een goede 7, 8 uur, zult u overdag minder fit zijn. Een goed bed is daarom belangrijk om dat te kunnen bereiken. Hoe doen we dat? Dat is een kwestie van een goed matras. In het geval van bokspringen, goede toppen gebruiken, waardoor je rug zo recht mogelijk ligt. Dat is het doel. Vanaf de nek, vanaf de eerste wervels tot onderaan de wervels, moet je zo recht mogelijk liggen. Dat betekent dat die matras moet meegeven op de plaats waar u zelf in die matras duwt. En u moet opvullen op de plaatsen waar u een holte creëert. Daar gaan we naar kijken hoe we dat het beste kunnen creëren. Dat begint meestal met het gebruik van een goed kussen. Hoe zit dat? Dat is als volgt. Op het moment dat u een kussen heeft, is het de bedoeling dat dat kussen bij u altijd tussen de schouders past. Is dat kussen te dun, steek je de schouders uit, betekent dat dat die schouder bij u in de matras gaat duwen. Is die matras dan relatief hard, ontstaat daar een drukpunt. Op het moment dat u een kussen heeft wat dikker is, waar bij mij zou dit bijvoorbeeld goed zijn, waardoor u recht ligt met uw hoofd. U ziet hier ook bij deze dat die schoudercontouren erin zitten, waardoor u fijn die schouder kwijt bent, zodat de eerste nekwervels hier op de ondersteuningsbalk, die is van latex, steunen. Ik zal zo bespreken wat dat latex precies is. En waardoor die eerste nekwervels recht liggen. Uiteraard draait u 's nachts in uw slaap. Dat is niet tegen te gaan. Dat doet iedereen, dat is ook goed. Dat zorgt ook voor dat die drukpunten niet altijd op dezelfde plaats blijven liggen. Maar iedereen heeft een favoriete inlicht in slaapzijde. Dat kan op de rug zijn, dat kan op de zij zijn, dat kan ook op de buik zijn. Maar dat is niet wat we aanraden. Sterker nog, dat raden we zelfs af. Maar dat is wel heel moeilijk, iets afraden. Dit kussen dwingt je een klein beetje om eerder naar die zij te draaien. Waardoor je 's nachts niet lang op je buik zal liggen. Op het moment dat het op je buik ligt en het matras wordt te zacht, zakken de heupen er te ver in, waardoor de rug gewoon scheef gaat staan. Dat is heel moeilijk op te vangen met een goed matras. Want dan moet het matras heel erg hard zijn. Op het moment dat dat matras heel hard is, ligt u ook niet meer lekker. Dat terwijl de rug wel recht ligt. Je moet zich voorstellen, op het moment dat u recht staat, u gaat dan liggen, moet u eigenlijk hetzelfde blijven liggen. Dat is natuurlijk moeilijk met op de buik ligt, want uw heup gaat vanzelf naar voren. Wij kiezen er altijd voor om hier uit te gaan proberen. Hey, hoe kunnen we dat bereiken? We hebben verschillende bokspringen staan waarmee we dat kunnen samenstellen. Door het gebruik van verschillende matrassen, verschillende veren, verschillende hardheden van veren en verschillende afdeklagen in de topper. Ik ga heel veel uitleggen wat een bokspring is. Op zich is dat niet een heel moeilijk verhaal. Denk aan het gewone ombouwbed wat u nu misschien thuis heeft, altijd thuis heeft gehad. Eigenlijk is het hetzelfde. Hoe zit dat? Ik zal je dat heel even kort laten zien. Ik begin ermee door het bed even omhoog te zetten, zodat u ook kunt zien waar we het over hebben. Zoals u ziet trouwens bij het verstelbare bed, is er altijd midden een punt waarop die op draait. Want dat bed moet ergens op keren. En voor de stabiliteit kun je dat niet op die paar pootjes doen die eronder staan. Er zit een hele plint onder. Die plint is eigenlijk de vervanging van uw ombouw. Zo moet u het zien. Vervolgens komt daarboven op de bokspring. In die bokspring zitten veren. Dat worden 7 zones gedaan. Dat betekent 7 hardheden. Op het moment dat u daarin gaat liggen, zal u bij de schouders en bij de heupen een iets sterkere veer hebben dan bij uw voeten bijvoorbeeld. Dat is ook wel handig. Dat is het geval bij de bokspring. Die plint die kan ook wat dunner zijn, zodat je niet die hele hoogte hebt. Dan gebruik u wel liever wat dikker hout. Dat kan ik daar bij een ander bed laten zien. En het is ook mogelijk om die plint eigenlijk geïntegreerd in de bokspring te krijgen, zodat u maar 2 lagen hebt in plaats van 3. Waardoor het allemaal iets minder massief uitziet. Sowieso zien we tegenwoordig steeds meer wat smallere, wat fijnere bedden. Die veren die daarin gebruikt worden, zijn deze veren. Die veren worden thermisch gehard. Dat betekent dat die een elektrische puls krijgen, waardoor de moleculen veranderen. De moleculen springen dan eigenlijk om, zodat die veer weet dat die een veer is. Zo simpel is het. Het voordeel van een bokspring is, ten opzichte van een bonelvering, dat deze los ingedrukt wordt. Dus op het moment dat u hier druk zet, blijven de andere fijn omhoog. Zou je dat bij een bonelvering doen, dan druk je deze in, maar gaan die andere automatisch mee die eromheen liggen. Dat is natuurlijk minder goed. Dat betekent op het moment dat u gaat zitten, dat u eigenlijk dit helemaal omhoog doet. Dat doet een bokspring niet, die blijft fijn laag. Dat is het voordeel van een bokspring ten opzichte van een
ombouwbed. Daarna hebben we de matras. Dat is de derde laag in dit geval. Daar kunnen ook weer diezelfde veren in zitten. Dan heb je er ongeveer 300 per vierkante meter. Maar dat kan ook een micropocket zijn. Een micropocket is iets smaller. In dit geval ook iets hoger, maar dat hoeft niet per se. Die micropocket, daar heb je wat meer veren. Je kunt zich voorstellen dat met een gewicht door meer veren gedragen wordt, dat hij iets steviger ligt. Hij wiebelt ook iets minder. Er zijn ook wel eens mensen die zeggen, nou, ik heb het idee dat die boxspring een beetje wiebelig is. Ja, dat klopt, want die ligt op veren en ja, dat wiebelt een beetje. Maar als je voor die 500 veren kiest, heb je dat veel minder. Daarbij voelt hij iets steviger aan. Dat is een klein upgrade die je zou kunnen doen. Tegelijkertijd is het bij allebei deze varianten mogelijk om even goed nog een harder te krijgen. Dus je kunt 300 veren ook harder krijgen. Hoe doen ze dat? Dat is een kwestie van die draad wat dikker maken. Op het moment dat de draad van de veer wat dikker is, geeft hij meer weerstand als je hem induwt. Dus heeft hij het idee dat hij wat harder is. Kijk nog, dat is hij ook. Daarbovenop ligt de topper. De topper is het gedeelte wat u gaat opmaken. Ten tegenstelling tot het gewone bed, hoef je bij deze boxspring alleen maar de topper op te maken. Het fijne daarvan is, je kunt overal bij, dus die heeft niet meer die houten plank waar je daartussen moet stoppen. Dus het is makkelijk om op te maken. Dat is ook overigens waarom die boxsprings ooit zijn begonnen. Vroeger hadden de hotels alleen maar boxsprings. Waarom? Het was zo makkelijk en snel opmaken. Daarbij is het minder onderhevig aan schade dan een gewoon ombouwbed. Dus niks waar je tegenaan kunt stoten. Er kan veel minder aan kapot gaan. Vandaar dat hotels hiervoor kiezen. En tegenwoordig zien we het ook op de consumentenmarkt. Heel veel. Die topper kan uit een aantal schuimen bestaan. Dat kan HR-schuim zijn. HR-schuim, oftewel koudschuim, is een heel bekend product voor ons. Er zitten ook in heel veel banken. Het is gewoon een relatief stevig schuim. Wat het grote voordeel heeft dat het lucht doorlaat. Dus het voelt niet warm en broeierig aan. Daarbij hebben we ook latex. Latex komt van de rubberplant af. Rubber wordt gebruikt voor heel veel toepassingen. Denk even aan autobanden. Nou ja, wat mag een autoband absoluut niet doen, is ademen. Dus dit ademt veel en veel minder. Tegenwoordig bestaat er wel wat technologie om ervoor te zorgen dat het wat meer ademt. Maar je krijgt nooit dezelfde luchtdoorlatendheid als bij HR. HR is wat dat betreft het meest coole in gebruik. Het voordeel van latex daarentegen is dat het iets zachter is. Dus je krijgt iets meer het idee dat u ondersteund wordt op de plekken waar het nodig is. Met name bij sommige dames vinden het heel erg plezier omdat er gewoon plaats voor de heup in te laten zakken. Waardoor ze ondersteund worden in de onderrug. Waarbij dat bij HR misschien niet het geval is. Hetzelfde geldt voor het laatste, de laatste variant, dat is traagschuim, oftewel viscose. Dit is absoluut geen natuurlijk product. Het wordt gemaakt in fabrieken. Dit is een toepassing die ooit, ze noemen het ook astronautenschuim. Dat is ooit door de NASA ontwikkeld om te gebruiken in de ruimtevaart. Dat is tegenwoordig in de boxsprings terechtgekomen. Het wordt steeds vaker gebruikt bij allerlei soorten matrassen. En zeker ook bij toppers. Wat doet dat traagschuim? Het vult heel fijn, maar als je nu gaat liggen, komt hij heel langzaam terug omhoog. Hij vult u op waar dat nodig is en hij zakt ook in waar die nodig is. Waardoor je dus inderdaad die golvenbeweging krijgt, waardoor je ruggengraat goed ondersteund wordt en mooi recht ligt. Op het moment dat wij klanten hier krijgen en we gaan kijken van, welke boxspring zou voor u geschikt zijn, gaan we kijken naar die matras, we gaan kijken naar die topper, maar we beginnen bij het hoofdkussen. Ik ga u even laten zien hoe we dat gaan doen en dan ga ik mijn collega vragen om even mee te komen. Mag ik heel even aan deze kant gaan liggen met het gezicht die kant op. Op uw zijkruif. Kijk, wat je hier heel goed ziet, is dat het laatste stukje vanaf de laatste rugpijp ons naar de nekwervels omhoog loopt. Dat is niet de bedoeling. Dat moet uiteraard zo recht mogelijk zijn. Hoe gaan we dat bereiken? We gaan een ander kussen gebruiken. Iets minder dik is in dit geval. Dat betekent de vulling is exact hetzelfde, alleen daar zit minder product in. En kijkt u maar mee, u ziet nu het hoofd is een stuk omlaag. U ziet dat de schouders ondersteund worden. Maar wat zien we nu? Dat de rug in zich heel een beetje omlaag loopt. Wat betekent dat? Dat is eigenlijk heel makkelijk. Die matras is te zacht. Nou, hoe gaan we dat oplossen? We hebben het hier over een 300 veren matras. Wat gaan we doen? We gaan de vrouw aan deze zijde leggen. Ook 300 veren. Toppen exact hetzelfde. Maar dan de iets hardere variant van die veren. Mag mevrouw even opstaan. We zijn aan deze kant gekomen. Mevrouw heeft duidelijk een voorkeurszijde. Kijk, u ziet nu, de heup is een beetje omhoog gekomen. Dat is helemaal niet te hoog. Dat er bij de dames dat de heup iets omhoog klopt, is heel logisch. En je ziet wel dat de rug mooi recht loopt. Dit is hoe het hoort te zijn.
Dit is het doel, op het moment dat wij klanten binnenkrijgen, dat de klant mooi recht ligt, dat ze een goed product kunnen afleveren, waar een klant jarenlang tevreden mee is. Dat is het volgende punt, wat we heel vaak horen, ja, maar zo'n boxspring gaat niet lang mee. Jawel, een boxspring gaat heel lang mee. Waarom gaat een boxspring lang mee? Het vervangen van een matras is heel makkelijk. Het is namelijk een afritbare hoes, dus er kan een andere matras ingezet worden. Dat betekent dat hij een fijne kleur behoudt, hoeft niet een nieuwe kleur uit te zoeken, die is gewoon vervangbaar. Een topper is ook vervangbaar. Dat is het enige gedeelte wat niet gestoffeerd is, en daar kan gewoon een nieuwe topper opgelegd worden. Daar zijn allerlei soorten mogelijkheden weer in, en dan kunnen we weer kijken, hey, is het gewicht veranderd? Moeten we misschien kijken naar een andere hardheid? Daar is heel veel mogelijk. Voor de rest staan we nu toevallig bij een lijn, een volledig Nederlands fabrikaat, waardoor we ook heel veel keuze hebben. Uiteraard de bedbreedte, lengte, maar ook verschillende hoogboren, verschillende kleuren en verschillende soorten stof. We kijken hier naar microvezelstof. Je ziet heel duidelijk, het is een elektrisch bed, want we hebben een plint, maar die plint is wat hoger, waardoor je er een stoer pootje onder kunt zetten, waardoor je meteen wat stoerder bed krijgt dan waar we voorheen bij stonden. Hetzelfde geldt voor het hoofdboord, met een opstandnaadje, zodat het net even wat ruiger is. En ook zie je dat de hoofdboorden standaard 10 cm breder zijn dan het bed. Sommige mensen vinden dat een nadeel, dat het nachtkastje er niet netjes tegen kan staan, ook dan kunnen we dat in dit geval gewoon netjes tot de bedbreedte maken. Ik hoop bij dit bed heel even laten zien dat het ook kan om een hoofdbord te verlagen. Op het moment dat u thuis een schuin dak heeft, is het mogelijk om zo'n bord bijvoorbeeld 1,20 meter hoog te maken of 1,15, maar net wat nodig is. Ook zie je heel goed dat er een splittopper op ligt. Elektrisch bed betekent altijd of een splittopper of twee losse toppers. Maar twee losse toppers heeft het nadeel dat je gewoon een hele streep over het midden hebt. Dan kun je met je knieën raken, dat is nooit plezierig. Dit is echt een ideale oplossing. Betekent wel dat je molten en ook je hoeslakers ook de split moeten hebben. Die hebben wij hier liggen van het merk Beddinghouse. Relatief hele mooie hoeslakers en toppers voor een goede prijs overigens. Tegelijkertijd wou ik je even vertellen dat het wel goed is om nu na te denken over dat elektrische. Het elektrisch bestelbaar kan nooit achteraf ingebouwd worden. Dat is een keuze die je nu maakt voor de komende, ja, hoe lang gaat zo'n bed mee? 25 jaar? Misschien een keer een nieuwe topper, een nieuw matrasje? Maar dan. Dan pas ga die dag, maar nee, heb ik die nodig, ja of nee? Dan zou het doodzonde zijn als je over 10 jaar weer een nieuw bed moet kopen, omdat je toen heeft gekozen voor een vaste variant. Je moet denken, prijsverschil, een beetje afhankelijk qua merk, tussen 900 en 1000 euro verschil van het vaste naar een elektrisch te gaan. Ga je wel voor een vaste kiezen, komt je op zo'n type bed uit. Dat betekent dat je altijd 2 lagen krijgt die gestoffeerd zijn, zoals je hier ziet. Daarbij altijd de witte topper erop. Het grote verschil is dus dat hij wat opener lijkt dan wanneer u voor een elektrische variant kiest. We gaan zo eventjes naar een afdeling verder lopen en nog even gaan kijken van hey, is het ook mogelijk? Ik wil een elektrisch bed, maar ik wil het niet zo laag hebben. Tuurlijk kan dat. U kunt ook een lekker luchtig modern bed krijgen wat wel elektrisch bestelbaar is. Ik wil eerst even 1 ding vertellen over de kussens. Dat is namelijk de vulling, daar hebben we het niet over gehad. Donze vulling, microvezelproducten, er tevens aan toegevoegd, microbolletjes. Gaat lekker lang mee. Waarom gaat hij lang mee? Omdat hij in een punt ligt. Die punt is niet zomaar omdat dat leuk eruit ziet. Dat betekent dat alles wat hier zit, past nooit hier. Dus hij blijft heel lang in vorm. Daarbij in 2 varianten gevuld. Dat is namelijk het midden en de zijkanten. Het midden is namelijk iets harder. Waarom? Omdat het moment dat hij op de rug gaat liggen, iets meer ondersteuning in uw nek nodig heeft. En uw hoofd iets meer naar voren mag liggen dan wanneer het zij ligt. Dus dat betekent dat de kussen daarvoor op allerlei manieren geschikt is. We gaan nog even naar boven lopen. Tegelijkertijd ziet u hier de verschillende hoofdborden. Die zijn allemaal uitwisselbaar. Dus als je zegt, nou ik vind het ene bed mooi en het andere hoofdboord mooi, dat is allemaal te combineren. Dat is het leuke hiervan. Het heeft dus heel veel verschillende soorten stofjes, kleuren. Tegelijkertijd zie je hier de laatste variant. De elektrische boxspring en dan toch maar 2 lagen. Hoe kan dat nou? Dat betekent dat er dus een systeem onder zit waar die op draait. Ik zeg net al, hij kan niet draaien op alleen maar die pootjes. Dan moet mijn cameraman even mee omlaag. Er zit namelijk een heel metalen constructie onder waar die op draait. In dit geval staat hij op wieltjes. Dat kan, hij kan ook vaste pootjes. Het voordeel van wieltjes natuurlijk dat hij dus uitdraait. In dit geval heeft hij uiteraard 2 verschillende toppers nodig. Wanneer is dit aan de orde? Nou, dan moet hij denken, het type verzorgingsbed kom je langzaam aan toe. Of je wilt gewoon kunnen stofzuigen onder de bedden. Nou, nu is alles uitkeerbaar, uit elkaar te zetten en heel makkelijk terug te zetten. Uiteraard kun je die wieltjes over het terrein, zodat hij mooi stil blijft staan. Lopen we even naar boven, naar een wat modernere, wat frisse variant van de boxspring.
Je ziet al, die hoofdbollen worden een beetje wat smaller, wat minder hoog. Tegelijkertijd is er heel veel ruimte onder, een stoel metalen frame eronder. Hey. En hij is toch elektrisch. Hoe kan dat? Hij draait op dat volledig op dat hele frame. Tegelijkertijd zie je dus, allemaal deze boxsprings hebben een radiografische bedienbare afstandsbediening. Geen snoeren. Je ziet heel goed dat hij op het hele frame manoeuvreert. Eigenlijk datzelfde frame wat we net aan de binnenkant zagen, nu aan de buitenkant. Waardoor een wat stoerdere uiterlijk krijgt. En een ripstofje erop, stoerder hoofdbord. Hier zien we een ripstofje, ook dat is mogelijk. Daar heb je het ripstofje alleen op het hoofdbord. Wat wel aan de zijkanten gewoon een gladde stof gestoffeerd wordt. Ik denk dat wij zo een hele mooie eerste intro in de boxsprings hebben gehad. Natuurlijk kunnen we hier nog veel en veel langer over vertellen. Uiteindelijk slaapadvies moeten we in de winkel geven. Daar moeten we helaas even mee wachten. Maar wat we kan, gaan we dat zeker doen. Nodig ook van harte uit. Kom langs, kom met ons proef liggen. Dat wij een goed en degelijk advies kunnen geven. Waarom moet u dan die boxspring kopen? Of dat bed? Dan kunnen we dat heel duidelijk uitleggen. En laten zien waarom het belangrijk is dat u een goede nachtrust heeft. Zodat u goed uitgerust wakker wordt. En weer fit en fruitig. En de dag kunt beginnen. Ik wil u heel erg bedanken voor uw aandacht. En hoop ik tot snel bij Poelswoon en Slaap en Horst. Thank you.